Het is vandaag 17 april. Bij mij staan Monique en Julian. En ze zijn van de basisschool Oranje School. Ja, en ze hebben hier net een bloemstuk neergelegd. En dan vraag ik eerst maar aan Julian. Waarom hebben jullie hier een bloemstuk neergelegd? Want ja, het is maar een monument wat hier staat. Ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Maar dat is toch een heel eind voor jullie tijd. Denken jullie daar elke keer aan, Monique? Ja, elk jaar noemen we dat. Elk jaar. Kom je dan ook op 4 mei hier naar de nationale herdenking toe? Of kom je alleen maar als de school een overdracht doet? Meestal alleen met de school. Alleen met de school. En gaat er ook dan nog wat door je heen als je dus hieraan gaat denken? Als je hier staat, Julian? Ja. Wat dan? Dat het gewoon heel erg is en het mag nooit meer gebeuren. Het mag nooit meer gebeuren, dat is waar. Monique, als je denkt van het mag nooit meer gebeuren, maar als je kijkt naar de wereld, je zit in groep 7 denk ik? Groep 8, dan is er zoveel onrecht in de wereld. Denk je dat het eigenlijk uit de wereld gedreven kan worden? Ik weet niet. Ik denk gewoon dat de leiders van alle landen gewoon heel veel met elkaar moeten praten, zodat het wel goed komt zonder te vechten. En heb je daar enige hoop op? Ja. Ja, hoop doet leven moet je zeggen. Dat is helemaal waar. Goed, Julian, wat gaan jullie verder nog doen vandaag? Jullie hebben dus het monument, jullie hebben een bloemstuk neergelegd. Jullie gaan het komende jaar voor het monument zorgen. Dat betekent af en toe ook schoonmaken? Denk ik wel, maar we gaan over een paar maandjes gaan we even school af. Dus dan moet de andere klasse dat doen. Ja, dan gaat groep 7 het van jullie overnemen waarschijnlijk. Ja, denk het wel. En dan heb je weer op school een kleine plechtigheid of weet je dat niet? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet je niet. Goed, Monique, als je dus dit hier hebt gedaan, zeg je van nou, dit gaat bij mijn leven? Of zeg je van nou ja, oké, ik heb het 1 keer gedaan en dat is wel leuk voor de aardigheid? Ik weet niet, maar elk jaar blijf ik wel aan terugdenken. Dat vind ik heel goed van jou. Dat moeten we ook in ieder geval in ere houden. Ik wil jullie bedanken. Ik wens jullie een hele goede schooldag nog toe. Jullie gaan weer naar school toe. En bedankt voor de medewerking hier, Monique en Julian. Succes op school. Ik begin met jullie. Want het gaat eerst om jullie. Daarom heb ik jullie straks ook
genoemd als eerste. En daarna de anderen die hier aanwezig waren, maar nu ook weer aanwezig zijn. Mensen van de Bond van Wapenbroeders, veteranen, bestuur van het Oranje Comité, de burgemeester. En ik wil nog één naam noemen. Kelly van den Berg. Die speelde op trompet. Het was de eerste keer dat ze dat deed, hè? En ik vond het geweldig dat ze dat zo deed. Dat gaf aan die korte plechtigheid ook een bijzonder tintje. Adoptie van het monument. Ik heb er straks al iets van gezegd. Een monument is, dit monument is één van de vele die in Nederland staan. En veel van die monumenten worden door scholen geadopteerd. Sommige scholen zorgen daar jarenlang voor, anderen dragen dat aan elkaar over. Dat is ook in wezen zo. En wat betekent dat nou? Nou, dat je ook aandacht aan dat monument geeft. Dat je in de gaten houdt dat het netjes blijft. Want het is niet zomaar iets, hè? We denken aan mensen die hun leven hebben gegeven. Daarom is zo'n monument opgericht. Daarom staan ze op heel veel plaatsen. Hier in Wezep 1, maar ook in andere plaatsen in onze gemeente staat zo'n monument. En in heel veel steden en dorpen. Jaren geleden is er een stichting geweest die zei, we moeten zorgen dat de kinderen het niet vergeten. Niet vergeten wat er is gebeurd. Want vrijheid is kostbaar. Vrijheid moet je koesteren. Dan moet je in de gaten houden dat dat goed blijft. Vorig jaar hebben jullie ze gekregen. Ik heb er straks voor jullie ook eentje. Die kun je opplakken. Op je jas. Of ergens anders. Dat je er steeds aan denkt. Aan het symbool. Vrijheid geef je door. Maar dat je ook bedenkt, hoe doe ik dat? Sommige mensen moesten ervoor vechten. Nou, dat wens ik jullie niet toe. Maar er zijn heel veel manieren waarop je daar wat mee kunt doen. Moeten jullie het in de klas ook nog maar eens over hebben. Het begint al in een groep. En op het plein. Op straat. Thuis. We zijn hier ook om die adoptie door te geven. Van de rank naar de Oranje School. En dat doen we al die jaren al op een speciale manier. Vorig jaar heeft de rank dat kleine model van het monument gekregen. Dat kleine model is aan het begin gebruikt als voorbeeld om te kijken hoe maken we het. Het is gemaakt door meneer Dingemansen. Ja, jongens en meisjes. 68 jaar geleden is het alweer dat Wezep werd bevrijd. 17 april 1945. Heel lang geleden. Maar ik denk dat onze veteranen het zich nog herinneren als de dag van gisteren. En dat geldt voor ons dus niet. Maar vrijheid is voor ons daarmee wel eigenlijk heel erg vanzelfsprekend geworden. Terwijl als we over de wereld heen kijken, weten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Kijk even terug naar de Tweede Wereldoorlog. Er werd een zondebok gezocht in Duitsland. En het werden de Joden. De Joden werden gepest, getreiterd. En we weten hoe het afgelopen is. 6 miljoen Joden hebben het leven verloren. En het begint vaak heel klein. En daarom is het ook wel goed dat ook net gezegd werd. Laten we ook naar onszelf kijken. Ook op schoolplein. Hoe gaan we met elkaar om? Ik heb het wel eens over de kunst van het samenleven. Het is ontzettend belangrijk dat we elkaar wat gunnen. Dat we positief met elkaar omgaan. Dat we naar elkaar kijken. Met een blik van de ander is ook waardevol. Stadions. Nou, dan wordt er volop meegezongen het Wilhelmus. Dan zijn we blij. Dan vinden we het leuk als Nederland wint. Als Oranje wint. En dan vertalen we dat met uit volle borst zingen van het Wilhelmus. Maar op dit soort momenten
Het is soms wat dubbel, want je denkt ook aan de mensen die gevallen zijn. Hè, er zijn veel slachtoffers gevallen voor de strijd om de vrijheid. Maar het is toch ook vooral feest. Feest van het vrij zijn met elkaar. En daar past het Wilhelmus wel heel erg goed bij. Dus eigenlijk zou ik jullie willen vragen. Ga er eens voor om het lied goed te leren en lekker volop mee te zingen. Dat zou ik jullie nog willen meegeven. Een fijne dag wens verder.